Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben natuurlijk Jackie van het kanaal Jackspecky en vandaag heb ik weer een nieuwe vlog. Ja, ik weet het, ik neem nooit zo op, maar vandaag moet het maar even, want ik ga Roblox spelen op de laptop. En ik neem op met mijn tablet of mijn iPad, hoe je het ook wil noemen. En we gaan vandaag work als pizza kennel doen. Die staat hier bij mijn pijltje. En want die speel ik ook heel vaak op mijn tablet waar ik nu mee film. En dan moeten we nu al even wachten. Ik neem nooit zo op. Ik vertel even waarom. Omdat ik anders niet goed kan laten zien wat ik doe. Ja, je ziet hier mij. Hoi. En hier zie je een roze ding op het beeldscherm. Maar daar hou ik mijn tablet mee eigenlijk vast. Want anders dan klapt die zo naar voren. Dus ja, kijk. Hier bij mijn pijltje staan allemaal dingen. Ik ga bezorger worden, want dat vind ik altijd heel leuk. Ja, er zijn even allemaal dingen hier aan het afbranden. Dus ik denk niet dat het heel goed gaat, maar ik sta hier. Dit is mijn... Oh, nu moet ik even dit doen, want dan krijg ik weer allemaal geld erbij. Kijk, het staat hierboven. En dan druk ik hier W in. Want dan kan ik lopen. En nu ga ik even deze flesjes wegbrengen. Alleen jullie kunnen dit niet zo goed zien. Maar ja. Hier moeten we het maar even mee doen. Omdat, Oh, nu komt er een jongen bij me staan. Oh, hij liep dus weer weg. Oh, nu komt er eindelijk een goede pizza aan. Want die van net wat jullie zagen, dat was helemaal afgebrand. Dan ga ik kijken of er nog iets staat. Oh ja. Hier nog twee en een pizza. Deze drie bestellingen ga ik afleveren. Bij alle mensen die dat hebben besteld. En nu moet ik boven mijn iPad kijken. Dus ja, want anders dan kan ik niet echt zien waar ik heen ga. Ik ga altijd eerst... Kijk, dit bedoel ik. Ja, dan schuif mijn mat. Die waar die op staat, die verschuift dan. Zo. Ik ga altijd eerst kijken, wat ik wou zeggen. Ik ga altijd eerst kijken waar mijn huis staat. Ja, ik speel nu op een ander account dan wat ik op mijn tablet speel. Oh, kijk, ja. Deze kleur moet roze voorstellen. En dan dit blauw. Bij A hoef ik niks af te leveren. Dus dan ga ik maar weer verder. Met bezorgen. Weer op Q drukken. En dan op 2. Want dan krijg je... Of je moet gewoon met je pijltje het zo aantikken of zo. Ja,
Zo ziet mijn beeldscherm eruit. Ja, kijk. Ik film het met dit ding. En dan zet ik hem er zo tegenaan. Maar nu kan ik denk ik ook wel met mijn hand filmen. Maar het gaat wel een stuk moeilijker. Want dan... Hey. Wacht, ik zet jullie wel weer neer. Want dan is dan... Het gaat niet zo goed. Oh, die rijdt met dak en al. Kijk, ik heb hier ook een dak. Zwart dak, maar... Die gebruik ik niet echt. Ja, ik ging even een plastic bekertje van mijn... diamond painting. Ik weet niet of jullie dit kennen. Maar dan moet je er allemaal steentjes op leggen. Hier Anna. En hier Elsa. Dus ik weet niet of jullie het kennen. Of jullie het zelf doen. Of zo. Maar ik maak dus nu Anna en Elsa. Want ik heb er al eentje af. Ja, ik kan soms ook wel een beetje stil zijn. Want dan ben ik een beetje geconcentreerd. Dus ja, dat eigenlijk. Maar ik moet ook uitkijken met welke knopjes ik druk. Want ik druk ook soms wel op het verkeerde knopje. Er staat er ook boven hoe ze ervan vinden, maar ik weet eigenlijk niet waarom. We gaan nu weer rijden. Oh, lekker slim weer van mij. Stap ik uit en dan loop ik gewoon een stukje. Oh, en nu rijdt een bus me weer aan. Komt even een kok aanlopen. Of een chef. Chef, dat staat. Wacht, ik kan jullie de lijst wel even laten zien. Van waar alles. Kijk. Zo ziet het er dus uit. Ik sta bij bezorger. En inpakker is dus niemand. Oh, krijg ik weer geld binnen. Dat is ook wel mooi. Weer geld binnen. Oh, dat heb ik dus zo vaak dit, hè. Vind ik zo irritant. Maar mijn beeld kan ook niet echt scherp stellen. Dat vind ik best wel irritant. Maar hier moeten we het maar mee doen. Oh, er is weer een jongen weer.
Okay. Oké, ik zet jullie weer even neer. Nou, zij is iets aan het typen, maar daar kijk ik nooit echt naar. Woehoe, ik ga weer even wat afleveren. Naar B4. Daar ga ik in. Nou, nu gaat die man al in. Dus hij kan niet bij dezelfde auto als hem. Die uitstappen. Kijk, ik kan het jullie nu beter laten zien dat mijn huis roze is en dan de rest blauw. Ja, via een afstandje kunnen jullie het niet echt goed zien. Maar als ik iets dichterbij... Kijk. Dit is dus al mijn hele huis is roze. Maar... De bovenkant is dus blauw. Kijk, zo ziet mijn huis dus uit. Ja. Nou, ik moet natuurlijk niet tegen mijn huis aan rijden, want dan kom ik niet zo ver. Ik wil ook even nog straks iets vragen aan jullie. Bij de afsluiting. Zo zie ik er dus uit. Alleen ik wil mijn haar anders hebben. Ik wil die hebben. En nu heb ik veel mooier haar. Kijk, hier heb je allemaal haarsoort. Kijk, zo'n staart hoef ik niet. Wacht, ik ga kijken. Nee, die staat niet bij de hoed. Kijk, doe ik dat voor mijn mond? Oh.
Zo, ik ben klaar. Ik zoom altijd in, dat vind ik altijd handig. Oh, ze leggen allemaal vol. Ik snap die jongen ook echt niet, hè. Nou, die jongens hebben alles gepakt. Nou, dit was dus het einde van deze video. Ja, ik loop even uit mijn kamer. Dan ga ik naar de badkamer. Kijk, ik film met mijn iPad. Ja. Ja, dit is, dit was mijn, nou, kijk, dit was mijn vlog. Doe een blauw duimpje omhoog. Voor de 30 duimpjes omhoog gaan we. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn YouTube kanaal. En wat zeg ik dan altijd? En nee, wacht. Ik wou vragen... op wie gaan, voor mij is het nu vrijdagavond. En op wie is, want vanavond is de finale van The Voice Kids. En op wie ga jij stemmen? Van de coaches. Dus, Susina, ik weet niet meer van Team Ilse. Maar van een team Anouk en Robin. Of van team Ali B. Zilver. Ik ga zelf voor Zilver. Van team Ali B. Mijn moeder ook. Ja, mijn zus en mijn vader die kijken het niet echt. Dus ja. En volg mijn... Ik zet ook wel even een linkje in de beschrijving. Volg me even op Instagram, op TikTok en op Facebook. Ik zet het linkje hier beneden in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Doei allemaal. Doei.